Ook de mensen achterin. Even met z'n allen. Kom maar. Oké. Dames en heren, jongens en meisjes. Wij hebben een zeer trieste mededeling. En het spijt me dat ik dat aan u allen moet mededelen. Maar de gemeente en de overheidsdiensten, de politie, de brandweer, heeft gemeend dat het nu te gevaarlijk wordt hier op en om het Raadhuisplein. En dat betekent dat we moeten stoppen. Bij onze wethouder Goudbeek, het hele evenement is afgelast. Wat is uw reactie? Buitengewoon teleurstellend en wel een anticlimax van een geweldig evenement wat we hebben gehad. Wat je zich juist ziet kenmerken door fantastisch weer, zeker vandaag overdag. Totdat vanavond toch bleef onweren en dat bleef hangen. Er waren ook zware storingen in de omgeving. Was een van de redenen dat een van de artiesten verlaat was om hier te komen. De kermisattracties die gaan ook de lucht in. Deed ons uiteindelijk besluiten dat wij het als marktcommissie en ik in mijn hoedanigheid als voorzitter daarvan niet verstandig vonden om door te gaan. We hebben nog even overwogen om het tijdelijk stil te leggen, maar daarvoor waren zoveel mensen op het plein dat we dat ook niet verantwoord achten. Op basis van welke gegevens wordt zo'n besluit dan genomen om het helemaal af te lasten? Aantal harde klappen, de tijd die dan tussen het onweer en de klap zit. En ook de frequentie die dan op een gegeven moment plaatsvindt. Ja, en dan is het op een gegeven moment ook een inschatting die je met elkaar maakt als dagelijks bestuur van de marktcommissie. En dan hebben wij besloten om het per direct stil te leggen. Alternatief was geweest om het tijdelijk stil te leggen. Maar zoals u al zei was het het hoofdact van het avondprogramma met Jannes. Het plein was zo vol dat wij op dat moment niet konden voorspellen en vermoeden dat de mensen ook een veilig plek buiten het plein zouden hebben. Ja, en als de mensen op het plein blijven zonder optreden, dan is er op zichzelf nog niks veranderd. Daarnaast zijn er natuurlijk heel wat attracties die ook de lucht ingaan. Ja, dat brengt natuurlijk zijn eigen gevaar met zich mee. En die zijn ook allemaal stilgelegd, de kermisattracties bedoelt u? Ja. Ja. En hoeveel mensen staan er nu op stonden er op het plein? Ongeveer een ruwe schatting? Ja, dat waren er zeker wel 3.500. En voor die mensen is het buitengewoon teleurstellend. Net zo goed als voor de marktcommissie, met name ook de vrijwilligers, hebben hier een jaar naartoe gewerkt. En zeker zo'n act met Jannes, wat op dat opzicht het hoogtepunt van de Raadhuismarkt had moeten worden, ja, is dat gewoon buitengewoon zuur. Ja, voor iedereen zuur. Heeft u al reacties gehad uit het publiek? Ik was op het moment van het besluiten niet op het plein zelf. Ik ben naar het plein toegelopen en we hebben contact gehad over het. Ik was een andere activiteit op de najaarsmarkt in de buurt van het Evertshuis. Toen ben ik naar het plein gekomen en ik kwam mensen tegemoet toen de mededeling was gedaan. En ik merkte een stukje berusting. En de mensen die mij gesproken hebben, die vonden het ook een wijs besluit. En altijd moet je achteraf maar met elkaar constateren of het wel of niet nodig was. Maar ik ben blij dat. Ik ben blij met het besluit wat de marktcommissie heeft genomen. Je had het net over het Evertshuis. Er vinden nu op dit moment ook activiteiten plaats. Die kunnen gewoon doorgaan? Die kunnen zeker gewoon doorgaan. Die zijn binnen. En de slotact die hier plaats zou vinden, die is ook verplaatst naar het Evertshuis. Okay, nou, dank u wel voor uw eerste reactie. Graag gedaan.